Wij hebben gekozen om het early warning system, wat al in Blackboard zit, eigenlijk te gaan gebruiken en te kijken van wat voor nut heeft het voor de docenten met betrekking tot learning analytics, met het bijsturen van de studenten. Dit is de startpagina van het vak van de docent. Hier zie je ook het control panel, dat zien ook alleen de docenten en niet de studenten. Vanuit daar kan je naar het early warning system gaan. Dan zie je, hier staan al verschillende regels in. Dit is dus een assignment. We hebben hier dus gekozen voor een due date rule. En dan kan je dus invullen van wanneer moet het, de opdracht ingeleverd worden. Vervolgens heb je hier de kolom meets criteria. Nou, hier heeft iemand dus die heeft de eerste inleverpoging na 15 mei gedaan. Dan kan je zien dat hij dus inderdaad op 11 juni heeft ingeleverd. Hier zie je nog een student die te laat is geweest. Die heeft het dan wel op 15 mei ingeleverd, maar qua tijdstip zal die te laat zijn geweest. En die heeft van de docent dus ook een feedback gekregen of een waarschuwing gekregen dat hij te laat was. Feedback zie je snel al als iets negatiefs, maar je kan het juist ook andersom zien. En dat heeft de onderwijskundige die in het project zat ook eigenlijk benadrukt. Van je moet eigenlijk het positief feedback geven is nog veel belangrijker. Als studenten wel op tijd zijn met hun opdrachten, kan je daar feedback op geven. Inhoudelijke feedback is zelfs nog belangrijker. En dat kan je juist positief zien als een steuntje in de rug om zo door te gaan. Dit is de homepagina van de student, wat de student te zien krijgt. Daar zie je hier aan deze kant zie je de to-do-module. Daar staan dus, in dit geval zijn er een heleboel opdrachten, daar staan de inleverdata in. Als ik hier kijk van what's past due, all items. Dat betekent dus dat al deze opdrachten ingeleverd hadden moeten worden. In dit geval heb ik mezelf als student erin gezet en heb ik dus niks ingeleverd. Maar kan ik wel zien wanneer het ingeleverd had moeten worden. Als ik deze inklap, dan kan ik ook nog zien van hier bij Future, er zitten ook nog twee inleverdata aan te komen. En zo heb je eigenlijk als student een duidelijk overzicht van alle opdrachten die in dit vak zitten en wanneer het in moet leveren. In eerste instantie wilden we ook gaan kijken van hoe zit het met betrekking tot uitstelgedrag. Kan je hier het uitstelgedrag mee aanpakken? Kan je daar iets zeggen voor studierendement, studiesuccesrendement? Maar daar was de pilot gewoon te klein voor. En we zien het gewoon wel als nuttige tool, maar niet als dusdanig om daar echt een kwantitatief onderzoek aan te gaan plakken van in hoeverre heeft het echt nut. Maar we hebben wel nu gewoon de randvoorwaarden voor en we hebben gewoon het uitgeprobeerd. Dus we kunnen het nu gewoon in grote schaal bij de docenten brengen. En de docenten die het kunnen gebruiken, die is gewoon puur zijn handleiding. De ondersteuning, e-learning support is van op de hoogte. Dus die kunnen het nu op grote schaal kunnen het gaan inzetten.